Restwarmte is een enorme bron van energie die nog lang niet voldoende gebruikt wordt. Het is belangrijk om op een financieel en technisch verantwoorde manier een oplossing te bieden voor deze bron van energie. In Nederland draaien steeds meer machines in combinatie met biomassa-installaties. We zijn bij Triogen en praten met Maarten Berkhout en Jos van Buitenen over de nieuwste ORC-technologie om warmte om te zetten in euro's. Er zijn grofweg twee toepassingsgebieden voor de ORC. De eerste is het omzetten van restwarmte, die momenteel uit diverse schoorstenen in Nederland de lucht in verdwijnt, in extra elektriciteit. De tweede toepassingsvorm van ORC is toepassing van de ORC in warmteprojecten. Biomassa levert veel warmte op, wat energetisch interessant is om er eerst elektriciteit van te maken voordat de warmte toegepast wordt voor bijvoorbeeld ruimteverwarming in huizen of droogprocessen. Voor de verduurzamingen van onze energievoorziening is het natuurlijk van groot belang dat we zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. Het zo goed mogelijk aanwenden van energie om verdere verduurzaming te bereiken. De overheid erkent dit en heeft daarom natuurlijk ook binnen de SDE, de stimuleringsregeling Duurzame Energieopwek, die duurzame energieopwekking, zowel elektriciteit als warmte, stimuleren. In today's world, size is not everything anymore. 40 years ago, you had to make an effort to buy a car that had a turbocharger. Nowadays, you pretty much have to make an effort to buy a car that does not have one. And what turbochargers did in turning pressure into power is what we do with heat into power. So it's a quite important element that we believe in 20 years you will not buy normal engines without a heat recovery technology at the end of it. Because it's just a commonplace, it just makes sense to do it. Een ORC is een organic Rankine cycle, daar staan de letters voor. En dat is eigenlijk een kleine elektriciteitscentrale die niet werkt zoals gebruikelijk met water en stoom, maar met een organisch medium. Dat organische medium circuleert in het systeem en verkeert dan tussen een lagere druk en temperatuur en een hoge druk en temperatuur. Die hoge temperatuur die wordt bereikt doordat we restwarmte, die uit allerlei bronnen kunnen komen, gebruiken om het medium te verwarmen. En in zijn kringloop wordt er daarmee elektriciteit opgewekt. Het begint allemaal in het voorraadvat onderin. Daarin bevindt zich de organische vloeistof, die met behulp van twee pompen uiteindelijk op een hoge druk wordt gebracht van 32 bar. Vervolgens voorverwarmd wordt in deze warmtewisselaar en daarna stroomt naar de verdamper. In die verdamper wordt restwarmte geleid van uitlaatgassen van motoren of van de verbranding van biomassa. En die verwarmt dat medium tot een hoge temperatuur waarna het in de turbine kan gaan expanderen. Die turbine drijft een generator aan en de pomp. Hier vinden we dus uiteindelijk de elektriciteit die gegenereerd wordt uit deze stroom van restwarmte die door de verdamper stroomt. We hebben sinds 2009, dus ongeveer 7 jaar, hebben we de ORC. En waarom hebben we aangeschaft? Dat had eigenlijk alles te maken dat wij hier elektriciteit produceren. En met heel veel warmte waar we eigenlijk niet een goede benutting voor hadden. Met de ORC van Triogen. En die beweren dat ze nog 10% extra rendement zouden kunnen maken van onze motoren. En dat hebben ze bewezen, want de machine die draait nu probleemloos met de motoren mee. En dat doen we ongeveer op basis van 99% vollast op jaarbasis.